Welkom terug, dames en heren, op de 45e editie van Foto 31. Met vanavond kunstenaar en fotograaf Sanja Marušić. Ook nu zien we weer dat er veel mensen zijn ingelogd. En ook heel erg veel welkom aan alle nieuwe bezoekers die we vanavond bij ons weten te vinden. Het team van Foto 31 is u allen zeer dankbaar dat u in grote getale altijd aanwezig bent. En ook voor de spontane dankbetuigingen en steunbetuigingen en zelfs donaties die wij regelmatig binnenkrijgen, zonder welke het ook niet is om deze uitzendingen te financieren. Ook hartelijk dank daarvoor. Maar wisten die mensen dat Foto 31 ook veel meer doet dan alleen maar deze uitzendingen? Kijk eens naar onze website en kijk bijvoorbeeld daar eens naar de unieke rubriek Expo Talk, die elke keer wordt bijgehouden. En de 9e editie van de Expo Talk is een prachtig verslag te zien van de expositie van David van Dartel bij de Elliott Galerie in Amsterdam. Nou, ook daar mag je ons, als je dat wil, graag een duimpje omhoog voor geven. Maar nu gaan we eerst kijken en luisteren naar het werk van Sanja Marušić. Sanja wordt geïnterviewd door onze redacteur Diana Bokje, te midden van haar kleurrijke tentoonstelling Out of This World, die tot 18 juni te zien is in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En we willen ook het museum hier heel hartelijk dank voor zeggen dat wij met het museum hierop mochten samenwerken. Maar nu weer terug naar Sanja. Sanja neemt ons mee in haar kleurrijke, fantasievolle wereld die zij als intuïtieve fotograaf creëert in de lege, surrealistische landschappen. En dat is zeer bijzonder wat we vanavond gaan meemaken. Het gesprek gaat ongeveer een uurtje duren en Sanja is ook live aanwezig in deze uitzending om met u te chatten en vragen te beantwoorden als u dat zou willen. Nou, maar nu voor eerst alle graag aandacht voor het bijzondere werk van de kunstenares Sanja Marušić. En ik zie u graag over een uurtje weer terug. Tot zo. Welkom Sanja Marušić. Eigenlijk, misschien zijn wij wel welkom bij jou, want we zijn bij jouw tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum, Out of This World. En waar we normaal altijd aan tafel met doen, gaan we nu aan de wandel met of genieten met. Ja. Met Sanja. En we gaan samen rondlopen in je expositie, die een hele bijzondere vormgeving heeft. Nou, dat gaan de mensen vanzelf ontdekken als ze met ons mee op pad gaan. En we staan hier ook aan de buitenkant. Ja. En het is ook echt gemaakt als een soort, ja, ik dacht een soort ei. Jij zei hersen. We kijken in jouw hoofd. Ja, als je het van boven zou zien, dan lijkt het een beetje een uitsnede van een hersenvorm. Ja. Maar eigenlijk is het voornamelijk bedoeld als een sculptuur waarvan je geen idee hebt als je er dus aankomt lopen zoals wij hier staan, wat je gaat zien. Dus eigenlijk alles gebeurt binnenin en buiten is het eigenlijk inderdaad een grote vorm. Ja, en je moet er ook echt helemaal omheen. Ja, ja. Ik weet al, toen ik de eerste keer ging, dacht ik, waar komt die ingang nou? Ben ik de verkeerde kant opgelopen? Ja, dus je misleidt ons ook al een beetje daarin. Ja, want we hebben hem ook linksom gedaan, de ingang. Dus we lopen zo linksom eromheen. Ja. En vaak automatisch ga je rechtsom. Dus dat is vaak een beetje onnatuurlijk. Merk ik, de meeste mensen zeggen, oké, we moeten toch de andere kant op. Ja. Maar dat hebben we expres gedaan om inderdaad ook mensen een beetje te verwarren of misleiden. En dat je eigenlijk nog meer, dus daarom ook Out of This World, dat het ook bedoeld is als een moment wat niet echt van deze wereld is, zeg maar. Dus alles, als je binnen bent, dat zul je ook zo zien, heb je eigenlijk helemaal geen idee meer waar je loopt, hoe lang het gaat duren, of waar je ook bijna bent, omdat je de ruimte niet meer goed begrijpt. Eromheen ook. Heb ik een paar keer gehoord, ook mensen die hier werken, die naar buiten lopen en zeggen, ik had geen idee dat ik hier naar buiten kwam. Zelfs terwijl ik de ruimte zo goed ken. Dus daar hebben we geprobeerd mee te spelen. Dus het zijn ook een beetje jouw hersenkronkels waar we doorheen, eigenlijk wel. Waar we doorheen gaan. Ja. 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 En de titel, Out of This World, heeft een dubbele betekenis. Ja, dat is eigenlijk positief van Out of This World. Dat zeggen ze dan in het Engels, van iets wat te gek is. Of denk ik zo'n soort vertaling van wow, out of this world. Dus eigenlijk dat het ook dat het optimistisch voelt. Dus dat is ook wel de tentoonstelling. Is
zul je ook wel zo zien. Dus er gebeurt heel veel. Maar de meeste mensen lopen, zeg maar, zeggen, oh, ik loop vrolijk naar buiten. Dus het voelt vrolijk of optimistisch. Maar het is ook out of this world. Dus dat je op een plek bent wat niet echt in deze wereld is. Dus eigenlijk een beetje, we hebben gezocht naar een titel die dat zou zeggen. Dus dat is dit geworden. Ja, ik denk ook dat het past. Dat gaan we zo bij je werk ook wel zien. Het zijn een soort tussenwerelden. Daar komen we vanzelf. Ja, klopt. Komen we daar denk ik nog wel, nog wel op. En hoe is het voor jou? Jij bent eigenlijk 10 jaar geleden nu afgestudeerd aan de KABK. Ja, klopt. En na 10 jaar heb je gewoon een mega grote expositie in het Nederlands Fotomuseum. Ja, heel, nog steeds wel echt. Dat had ik altijd wel in mijn hoofd. Ik heb nooit echt toekomstplannen. Maar het enige wat ik wel dacht, als je ooit op een plek al je werk kan laten zien. Dus niet een groepstentoonstelling met een paar werken. Maar dat je echt kan laten zien welke keuzes je hebt gemaakt. Of hoe je werk zich is ontwikkeld. Dan zou dat echt te gek zijn. En liefst in een museum of een soort galerie of iets. En want ik heb dit samengemaakt met de curator, zit Mira Matic. En ik kwam met haar in gesprek en zij zei, ja, ik voel zoveel voor jouw werk, ik wil iets met jou doen. En ik zei, oh, ik voel ook al een tijd, ik wil zo graag een tentoonstelling doen, maar ik weet niet eens bijna waar ik moet beginnen. Dus het voelde zo, dat zou ik op het juiste moment mij berichten, van oké, dan kan ik het samen met jou doen. Oh, fantastisch. Dus toen hebben we het museum benaderd, omdat zij werk van mij hebben aangekocht. Ja. Dus wat in de Eregalerij hangt, maar ook een serie. Ja. Een jaar geleden ongeveer hebben ze een serie van mij aangekocht. Dus ik dacht, dit voelt als een goede ingang om hun te benaderen. En toen zeiden ze eigenlijk gelijk ja. Fantastisch. Eigenlijk had ik dat ook niet echt verwacht. Maar ik dacht, ja, we proberen het gewoon. Ja. Dus toen waren we echt helemaal verbaasd. En ook nog dat het een grote zaal was. Wij dachten eigenlijk, dat zal wel misschien een beginnend kleine tentoonstelling worden. En pas na 2 meetings was, ja, maar het is de grote zaal. En we hadden het al die tijd hadden we gerekend. Fantastisch. Dus toen was het nog meer van wauw. Dus groot dromen, maar ook groot krijgen. Ja, eigenlijk mooi. Wel. Fantastisch. Ja, het voelt wel echt van, oh, wat er hier nou ook gebeurt, dit neemt niemand me meer af. Dat gevoel heb ik heel sterk. En het is echt een heel mooi jubileum iets eigenlijk. Ja, na 10 jaar dat je hier staat. En het is wel leuk. We gaan denk ik ook een beetje lopen naar het begin van de tentoonstelling. Waar je eerste werk hangt. Ja. En dan maken we ook eigenlijk de reis met je mee. Van je eerste werk na het afstuderen. Naar het allerlaatste wat eigenlijk nog niemand gezien heeft. Ook. Ja, dus, het is inderdaad, dat zullen we zo zien. Dat het chronologisch is opgebouwd. Ja, dan gaan we die kant, gaan we die kant op. Of natuurlijk op een academie gaat het heel erg om dat je vooral heel veel experimenteert. Dat is natuurlijk ook, daarom is een academie eigenlijk ook goed, omdat je dat zelf vaak niet zo makkelijk doet. En daar word je eigenlijk gedwongen om de hele tijd uit je comfortzone te stappen. Dus dat deed ik ook 4 jaar lang. Want ik heb 4 jaar dan uiteindelijk gestudeerd. Maar toen ik begon met fotograferen en ik nog helemaal niks wist over fotografie, toen begon ik met zelfportretten. Ook eigenlijk een beetje bijna uit een naïviteit van, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dus dan fotografeer ik maar mezelf, zeg maar zo heel kinderlijk ook wel. En toen heb ik dat 4 jaar niet gedaan, want ik studeerde en ik dacht, ik wil modefotograaf worden. Dus ik deed allemaal dingen met modellen en grote teams, zeg maar. Uh-huh. En toen ik was afgestudeerd, toen werkte ik wel als fotograaf, maar heel veel in opdracht. En ik deed ook dingen waar ik dacht, dit doe ik echt puur om te leven, maar hier word ik niet heel gelukkig van, zeg maar. En toen, op een gegeven moment, voelde ik wel een beetje dat ik in een soort van, beetje, dat zegt iedereen na het afstuderen, een beetje dat zwarte gat waar je dan in komt. Want dan moet je het zeg maar zelf gaan doen. Ja, geen opdrachten meer. Nee. En dan, dus toen dacht ik ga gewoon een reis boeken naar een eiland. Ik ben nog nooit überhaupt op een eiland in mijn leven geweest. Dan ben ik helemaal weg van de wereld. En dan ga ik gewoon kijken wat daar gebeurt. En toen ben ik weer voor het eerst sinds heel lange tijd zelfportretten gaan maken. En toen, maar dat voelde zo goed. En dacht ik, dit is gewoon wat ik moet doen. Dus eigenlijk juist hoe ik begon, dat heb ik dat juist. Dat was toch jouw ding. Ja, uiteindelijk. Precies. Maar je hebt geleerd om dat helemaal te kunnen maken zoals je het zelf wil. Ja. En jij laat het dus ook aan het toeval over. Heel veel. Wat als alles kan, wat als alles mogelijk is. En je gaat naar een plek en laat het gebeuren. Ja, maar ik vind het zelf voor mezelf, ik werk gewoon heel intuïtief. Dus daarom, soms heb ik wel series waarvan ik van tevoren best goed heb uitgedacht. Maar dan nog, sorry, maar dat is natuurlijk bij altijd zo. Dat in het echt, ik maak je toch andere beslissingen. Maar ik heb ook series gemaakt waar ik echt met 0 idee wegging. En gewoon alles ter plekke
bijna tot me komt. Dus dan sta ik gewoon ergens en dan kijk ik van, oh, en dat doet iets, of een locatie, iets doet wat met me. Ja. En dan kan je zelf niet eens je vinger opleggen, maar het is ook vaak combinatie, hè, tussen licht, geur, dat je denkt, ah. Gewoon voelen. Ja, gewoon voelen, heel erg. En daar, en dan vaak mijn poses verzin ik ook eigenlijk altijd op dat moment. Dus dan, maar dan reageer ik gewoon op alles om me heen, voor mijn gevoel. Dus dat, en dan heb ik ook het idee dat het dan klopt. En is dat ook de reden waarom je van die lege landschappen doet? Omdat je dat nodig hebt om niet afgeleid te worden door alles wat er het is heel veel leeg. Ik heb wel wat. Later zul je zien in mijn latere series dat het soms wel weer voller wordt. Of dat ik juist heel erg aangeleed. Maar ik hou sowieso wel van een beetje extreme keuzes. Dus het moet dan of heel leeg zijn of heel vol. Oh, en dan niet echt een soort van tussen. Maar ik, sowieso wat ik veel doe is dat ik heel veel weghaal. Dus dan heb je een landschap en alles wat me stoort. Ik hou erg van dat het super abstract is op een manier. Maar heel druk kan ook abstract zijn. Als je dat soort van goed doet, zeg maar, denk ik maar. Dus dingen die afleiden, die haal ik weg. Dus daardoor wordt het vaak inderdaad leger uiteindelijk op mijn foto. Ja, en je foto is niet klaar als je de foto hebt gemaakt. Nee. Want we zien zien we verf erin. Ja. Soms pas je de kleuren aan, soms in Photoshop. Ja. Soms ben je zelf helemaal gekleurd. Dat gaan we straks zeker nog zien. Ja. Ben je hier al begonnen met het... waren dit ook je eerste experimenten met achteraf bewerken? Ja, ook wel een beetje dat ik wel al begon. Ik heb het altijd wel gedaan al. Uh-huh. Maar misschien dat ik hier wel wat extremer ging. Dus dingen op de foto legde en al een beetje met verven op het beeld begon. Uh-huh. En dingen weghalen en een andere kleur. Maar dat is wel grappig, omdat het hiermee begint. En dan heb je eigenlijk geen idee waar je eindigt. Of als je mijn werk niet kent... Weet je niet waar het naartoe gaat. Nee, ik heb ook wel mensen gehad die van niks wisten. En die eerst een beetje hadden van oké, kan of zo. En toen aan het einde zeiden van oké, maar toen werd het echt heel vet. Zo, dat ik dat heel grappig vond. Dat mensen zeiden, maar elke ruimte werd eigenlijk... Maar dat komt ook als je iets chronologisch doet. Ja, dan groei je met je mee. Ja, dat zie je dan heel duidelijk. En zeker als je mijn werk niet kent, dan heb je hier natuurlijk geen idee wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dus dat is wel grappig van deze tentoonstelling. Ja, want we hebben hier een heel smal doorgangetje. Ja, en, dan begint het eigenlijk echt. Gaan we kijken wat daar begint. Ja, laten we dat doen. Hier zitten we in een ruimte waar je je eerste reis hebt gemaakt. Waar je iets heel bijzonders hebt gedaan qua concept, vond ik. Dat je niks hebt meegenomen. Ja. En een soort reizende studio aldoende bouwde. Neem ons eens mee in dat verhaal. Ja, ik wilde heel graag een reis maken waarvan ik niet wist wat er ging gebeuren. Dus eigenlijk een extremer versie nog wel dan daarvoor, zeg maar. Dus toen ben ik gewoon met soort lege koffers heen gegaan. Alleen fotografieapparatuur mee. En toen ben ik ter plekke eigenlijk spullen gaan verzamelen. En heel veel op straat en in kringloopwinkels en een paar bouwbedrijven. Een beetje op van die gekke plekken spullen. Maar ook ter plekke wat dingen wat lag. Toevallig op de locatie ligt dan ineens een plank of zo. Dus toen zag ik het een beetje als inderdaad een reizende studio. Waarvan ik ook zelf vanaf het begin geen idee had wat ging gebeuren. En ik wilde ook dat al die spullen dan ook daar achter bleven. Dus die heb ik uiteindelijk allemaal weer gedoneerd. Dus dat is eigenlijk het idee dat het... Allemaal alleen op de reis gebeurd. Op de reis gebeurd is. En we zien daar een hele roze foto met bloemetje in het gezicht. Ja. En een hoedje en een tafellaken en een roze. Allemaal alles bij elkaar die dag gevonden. Verzameld. Ook nog die dag. Ja. Omdat ik dan was een hotelkamer. En ik dacht, misschien wil ik wat in deze hotelkamer doen. Maar ik heb geen spullen, dus ik ga... Toen ben je gaan zoeken. Ja, zoeken. En dus toen heb ik dat toen ter plekke opgebouwd, zeg maar. Ja. Of verzonnen ook. En hier ben je gewoon op de weg gaan leggen. Met een strijkplank, foam onderzet en een soort wasding op je... Ja, precies. Ja. Dit is een soort spons. En dit shirt had ik in een kringloopwinkel gevonden. Ja. Dus... En dan zie je die gele strepen en dan denk je, dit is het. Ja. Dit ga ik doen. Ja. Want je moet er ook nog maar aan denken om zo te gaan liggen. Ah, zo. Ja, voor mij voelt hoe ik mijn poses doe, dat voelt voor mij altijd heel natuurlijk en logisch. Dat gaat best wel makkelijk. Oh ja. Bijna. Dat is echt dat aanvoelen van de... Ja, precies. En dan zie ik wel een beetje van het beeld wat ik wil doen en dan zie ik wel... Want ik zie eigenlijk, daarom zie ik ook bijna nooit gezicht, dat het lichaam eigenlijk altijd een soort vorm is. Ja. Dus dat benader ik ook zo. Niet echt dat het een... Het is geen portret. Nee. Het is meer dat ik een vorm of een sculptuur word. Dus dan kijk ik gewoon welke vorm ik op dat moment wil. En ook hoeveel kracht erin moet zitten.
Ja. En je ziet ook wel dat ik daarmee natuurlijk veel meer experimenteer en ook wel extremer ga. In het begin was ik daar ook nog wel een beetje zoekende in. Ja, dat zie je in... Nou ja, we lopen nog gewoon even door. Ja. Hier zie je dat ook. Dit is een best ongemakkelijke houding. Ja, klopt. Ja. Dat vond ik mooi als contrast met die bloemen. Dat zo super organisch is. En dat ik zelf dacht van... Ik wil een soort van... Anders is het ook een te perfect beeld bijna. Ja. Dus ik wil een soort tegending. Ja, geven of zo. Dus dat was inderdaad een beetje contrast met die bloemen. Dat was het idee. Ja, dat is heel mooi. En als jij nou naar jezelf kijkt op zo'n locatie, hang jij erboven en zie je jezelf als vorm? Of ben je wel, zeg maar, kijk je echt vanuit je ik, jouw standpunt naar de wereld? Of kan je ook een beetje erboven hangen dat je ook daar jezelf wat meer... Niet zo geassocieerd helemaal in het moment, maar dat je een beetje... Nee, ik denk, zit wel heel erg in een helikoptertje. Nee, ik denk wel heel erg in het moment. Dat ik helemaal erin duik. En dan ben ik ook bijna niet echt op een normale manier benaderbaar, zeg maar. Dus dan ben ik wel uber geconcentreerd. En ook wel... Ik kan ook wel echt heftig zijn als het niet lukt zoals ik wil. Uh-huh. Dan kan ik echt heel kwaad worden. Dus dan... Het is niet zo van, oh, ik doe al wat en ik zie wel of zo. Van, het is voor mij dan wel heel belangrijk dat het klopt. Dus dan ben ik ook best wel helemaal erop gefocust. Dus dan ben ik niet echt... Ook heel vaak niet eens bezig met, klopt dit wel met wat ik wilde doen? Zo, het gaat echt om dat moment, dat op dat moment het klopt. Ja. Dus daarom zie ik mezelf wel echt... heel erg als intuïtieve fotograaf in plaats van een conceptuele fotograaf. Omdat uiteindelijk dat moment, dat het voor mijn gevoel klopt... dat is uiteindelijk belangrijker dan bijna wat ik dacht wat ik wilde vertellen. Ja, het is echt uit je gevoel. Ja, heel erg. Ja, ja heel mooi. Ja. Ja, zo zijn we hier in de zelfbeeldruimte gekomen. Ja, waar we een grote rode stip in het midden hebben. En je rond kan kijken en overal eigenlijk... Ja, voor jou is het echt zelfbeeld. Ja. Jij komt jezelf tegen. Maar anderen kunnen natuurlijk in jouw werk ook zichzelf herkennen. Ja, klopt. Ja, je ziet hier dat ik elke keer er heel anders uitzie. Ja. Je ziet dat ik vermomd ben ook. Dus dat is eigenlijk ook een beetje het idee... van een jong persoon die eigenlijk een beetje op zoek is naar zichzelf... en je positie in de wereld en wie je nou bent. Dus dit zijn twee series trouwens gecombineerd... maar we hebben ze zo in de tentoonstelling dan samengevoegd. En dat zie je hier duidelijk. Dit was bijvoorbeeld een serie waarvan ik zonder kleding wilde kijken... van hoe kan je een soort identiteit geven zonder kleding. Dus dan heb ik dat gezocht in kleuren en vormen. En die serie kwam weer na die eigenlijk de beelden daarvoor. En die zijn heel erg op hele gekke outfits geïnspireerd op die jaren 30. Triadisch ballet outfits die heel erg onmenselijk zijn. Want het zijn bijna halve robotachtige outfits waar je niet in kunt bewegen. Dat was het idee toen der tijd. En ik dacht, ik wil dat idee naar het landschap... toveren, hoe je dat zegt. Ja, want normaal zie je het op het toneel. Ja. En jij brengt het naar het landschap toe. Ja, maar je ziet ook wel dat je natuurlijk normaal iemand nooit zo door een landschap ziet lopen. Dat het heel raar is en dat het niet klopt met hoe je jezelf normaal ook gedraagt. Dus dat is eigenlijk een beetje soort... Dus daarom noemen we het de zelfbeeldruimte. Dus een beetje op zoek naar jezelf. Ja. We zien hier ook een film draaien waarin je heel houterig beweegt. Ja, heel houterig, en dat past ook helemaal bij dat ballet wat wat erin zit. En een beetje specie muziek die onze luisteraars volgens mij ook nog wel op de achtergrond kunnen horen. Ja, want het idee van de muziek is ook dat het eigenlijk een beetje naar is. Ja. Dus dat is als je dus als luisteraar denkt, deze muziek, dat is ook het idee van de muziek. Dat hoort ook. Het moet allemaal een beetje uit de wereld zijn eigenlijk. Ja, precies. En die identiteit is bij jou, speelt dat natuurlijk eigenlijk overal wel een rol. Want we zien nergens kleding die refereert naar een tijd, naar een bepaald ontwerp, naar een periode. Nee. We zien landschappen die ontdaan zijn van al hun kenmerken. Ja, precies. Dus het is echt, we hadden al heel even over de tussenwereld. Ja. Een soort tussenwereld en een tussentijd. Je bent even uit de wereld en je bent... Alleen in dat moment, op die plek. Ja. En die plek bestaat ook eigenlijk niet. En hier ben je helemaal voor het eerst eigenlijk naakt en gesminkt. Ja.
En hoe is dat als je daar in het landschap staat? Ja. Sta je echt in die landschappen waar niemand langskomt? Er lopen wel eens mensen langs. En wat doen ze dan als ze een blauw vrouwtje zien? Ja. Ja, nou, ik heb wel eens gehad dat mensen ook agressief op reageerden. En dat is minder. Ja. Dat mensen echt kwaad worden of stenen gooiden. Dat heb ik ook gehad. Maar niet heel vaak, maar wel echt een aantal keer. Ik weet niet waarom, maar dat, ja, mensen worden schrikken. Ja, weer schrikken of van, ik weet niet, gewoon kwaad. En heel gek, maakt het uit welke kleur? Nee, dat niet per se. Maar ik merk wel, Amerika is het fijnste land om te fotograferen. Want dat is zo groots opgezet dat iedereen elkaar met rust laat. Dat idee heb ik. En in Nederland is iedereen heeft maar een heel klein stukje, waardoor iedereen dat beschermt. Iedereen is ook heel erg bezig met wat doe jij daar dan? En dat merk ik. In Nederland is het altijd, oh, wat ben je aan het doen? Of waar is dit voor? Ben je student? En in Amerika, maar ook al ben ik voor de Walmart aan het fotograferen, iedereen loopt gewoon langs van, het zal wel. Het is niet altijd positief, maar als je fotografeert wel. Is wel lekker. Ja, dan is het, dus daarom, het is ook een beetje land of the free. Weet je, dat cliché, maar dat merk ik ook heel erg als ik werk daar. Prettig. Ja, dus dat ligt dus ook per locatie waar je werkt. Ja. En dan komen we nu in een ruimte waar je ineens niet meer alleen bent. Klopt. En ook in de andere foto's was je niet alleen. Was je vriend er altijd op de achtergrond? Ja, zeker. Want hij moest op het knopje drukken. Ja, of helpen met kostuums schilderen of heel veel tillen. Ja, en hier is hij ineens onderdeel geworden van, van jouw foto. Hij was het al voor je leven, maar hier ook voor ons als kijker. Ja. Maakt hij ineens deel uit van je leven? Ja. En zien we ook heel veel foto's waar jullie echt samen in evenwicht zijn, zoeken, een eenheid gaan vormen. En ik vind het heel mooi hoe je in de vorige ruimte over identiteit gaat en jezelf zoeken. Ja. En dat je hier eigenlijk, op het moment dat je in jezelf gevonden hebt, komt er een persoon bij en dan ga je opnieuw zoeken. Ja, zoeken naar eigenlijk wat een relatie is of hoe je daartoe wil verhouden. Daar, inderdaad, want daar, de serie heet Friends or Enemies. Nou, dat is eigenlijk meer een beetje een grap tussen toen mijn vriend en ik, nu man dan. Dat we altijd een beetje die grap te maken van vrienden of vijanden. Eigenlijk het was altijd een beetje een grap. En toen dacht ik, ik noem gewoon die serie zo, zeg maar. Maar dat die serie gaat er ook over dat je soms een beeld ziet waar het heel je voelt, we zijn samen in balans en we creëren een nieuwe vorm en het voelt goed. Maar er zitten ook wat foto's bij. Maar het is natuurlijk niet uiteindelijk de hele serie. Je maakt altijd een selectie in de tentoonstelling. Dus eigenlijk meer. Waarin voelt het meer, dat er wat meer, hoe zeg je dat, schuurt. Dus dat waarbij het uit balans is of dat je van een afstand ziet. Maar dat is ook deze ruimte, is daarom ook één blauw en één rood. En dan eigenlijk die zijkanten van die foto's, die hebben weer de kleur aan de overkant. Dus dit hangt aan het blauwe gedeelte, maar de lijsten zijn rood. Dus eigenlijk een beetje yin-yang idee. Ah. Maar dat je ook voelt van twee werelden die elkaar ontmoeten. Ja. Dus daarom ook die twee kleuren, zeg maar. Ja, en dat rood en blauw zit hier ook weer heel erg. En sowieso, klopt. Hè. We hebben het nog helemaal niet over jouw kleuren gehad. Klopt. Maar daar gaan we het ook vast nog ook over beter, hebben vandaag. Want normaal is dat eerst wat mensen zeggen. Een keer verfrissend dat het niet meteen als eerste. Ja, je kan er niet omheen natuurlijk. Ja. De kleur speelt een hele grote rol in jouw foto's. Maar hier is het ook heel mooi hoe je dat contrast daarin gebruikt. En er zijn ook foto's bij. Hier aan de overkant hangt een werk waar jullie samen staan. Misschien kunnen we daar ook even heen lopen. Ja, dat is met wel twee. Met een hele lading ballen tussen jullie in. Klopt. En zo'n foto waarvan je je afvraagt, hoe dan? Ja, precies. Ja, dat vind ik ook wel vaak. Ik heb zelf ook vaak het gevoel van, als ik niet echt heb geleid tijdens het maken van de foto, is het niet goed genoeg, zeg maar. Dus er zit wel veel vaak frustratie of lijden of kracht of vallen of zo in. Maar eigenlijk vind ik het allermooiste dat dat niet op het beeld terug te zien is. Daar zie je vaak, dan voelt het sereen. Het ziet eruit als jullie allebei heel ontspannen tegen die ballen en deze dan weer minder. Hier zie je hier wel meer. Hier zie je het gevecht van, weer. Ja, dus dat daarom ook dat we ze zo naast elkaar hebben gehangen. Maar eigenlijk over het algemeen wil ik dat je het niet terugziet in het beeld. Dat je wel ziet van het heeft, er zit een soort van moeite in of ze vallen bijna of wordt wel bijna of balanceren op één been. Ja. Maar dat je wel voelt dat er een beetje, dat het een beetje mediterend bewegen is.
Maar dat komt ook per serie ben ik dat ook steeds meer aan het onderzoeken, zeg maar. Dus in het begin zit dat er ook wel minder in. Dan gaat het bijvoorbeeld meer om kostuums of... En hier is steeds meer het lichaam zelf ook. Ja, precies. Ja. Dat was misschien eerder ook weer wat minder belangrijk. Ja. En hier gaat het dan eigenlijk wel duidelijker meer om twee mensen... hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja, en ook heel sterk zonder gezichten. Ja, sowieso veel in jouw werk. Ja, klopt. Heeft dat mee te maken hier dat mensen zich er ook meer mee kunnen vereenzelvigen? Zichzelf te inzien? Of? Ja, nou eigenlijk omdat ik het nog steeds, ondanks dat het zelfportretten zijn, zie ik het niet per se als dat ik... Maar het is wel grappig, want als je het zo natuurlijk in de tentoonstelling ziet, loop je wel van levensfase tot levensfase. Dus dan heb je wel misschien het idee van ik loop door een soort van dagboek van iemand. Maar ik wil ook niet per se dat het heel erg om mij... Ik zie het niet als het idee van het dagboek... dat ik precies vertel in mijn gezicht hoe ik me op dat moment voelde. Dus dat het inderdaad ook nog wel identificeerbaar is voor de kijker. Ja. En dat het alsnog gewoon dus abstract is. Want dat vind ik toch altijd belangrijk in mijn eigen werk. Dat er gewoon een mate van abstractie in zit. Ja. Maar dus ik heb wel later... zitten er wel meer gezichten in mijn beeld. Maar niet dat ik dat... Dan stop ik daar soms ook weer mee. Dus het is niet een hele serie met alleen maar gezicht heb ik nooit gemaakt. Nee, dat zie je nergens terug. Het is vooral houdingen als we hier kijken. Die blauwe waarbij je denkt, jeetje. Ja. Je moet wel yoga doen. Heel veel precies. Dit te kunnen. Ja, ja zeker. Ja. Ik yoga, hij niet. Maar we hebben deze foto bijvoorbeeld twee keer opnieuw gemaakt. Omdat ik de eerste keer was ik er niet blij mee. Oh, ja. Ja, want ik ben ook wel heel kritisch. Omdat ik was vooral kwaad op mezelf. Omdat ik mijn benen kruiste. En eigenlijk wilde ik dat we exact dezelfde houding... Maar je ziet toch ook zijn been. Eén zit meer ervoor. En dit is gekruist. En ik wilde eigenlijk dat we een soort van gespiegeld waren. Evenwicht. Exact. Ja. Moest dat kloppen voor mij. Maar het was zo... Het werkte werd super lastig op statief te werken met een afstandsbediening, klikken en de houdingen. Je kan niet zien wat je doet. En je hebt altijd omstandigheden zoals water, wind, zon die ondergaat, zeg maar. Dus toen heb ik hem opnieuw gedaan. Toen heb ik iemand ingehuurd ter plekke, een fotograaf. Ik had toen ook een opdracht gedaan op hetzelfde eiland. Dus toen had ik hem leren kennen, want hij was onze chauffeur. Oh, ja. En ik wist dat hij ook fotograaf was. Fantastisch. Dus ik zei, ja, wil je ons fotograferen? Want ik wil een beeld opnieuw doen. Dus hij ging er helemaal voor, super tof gast. Helemaal zo, yes, helemaal rennen, vet veel moeite voor ons. En wij zo in die houding. En toen zag ik die beeld. Ik ik vind ze minder. Dus uiteindelijk toch je toen ben ik beeld. Voor dat eerst. Maar dat komt ook dat we hier dus met die zonsondergang zaten. En eigenlijk was het licht hier gewoon mooier. En dat was veel flatser de dag erna. Ja, dus en het strukkelen vind ik wel. Eigenlijk wel wat je vertelt van dat het ook niet altijd in evenwicht nee, is. Nee, precies. Dat laat je eigenlijk juist hier wel ja, maar ik denk zien. Niet dat de kijker dat per se heel erg terugziet, denk ik. Want voor hem is het zwaarder dan voor jou. Hij is helemaal zwaar en gebogen. Ja. En jij ligt echt best ontspannen met die benen over elkaar erop. Ja. Nou, het was wel best lastig. Ja. Misschien dat is het goed gelukt, dat je dat niet terugziet. Daar ben ik altijd naar op zoek. Dan is dat helemaal gelukt. Ja. Dan gaan we daar, denk ik, maar eens kijken. Ja, we zijn hier in een heel bijzondere ruimte. Zeker voor jullie. Want deze serie is gemaakt, dit is jullie trouwreis. Jullie huwelijksreis. Ja. Ja. En waar jullie net nog heel erg aan het zoeken waren, het strukkelen. Ja. Ja. Zien we hier aan de ene kant hoe jullie elkaar fantastisch in evenwicht houden. Ja, precies. En hoe daar balans zit, hoe jullie elkaar weten te vinden. En ook zien we af en toe weer even jou alleen. Ja, zodat klopt. Je ook binnen de ruimte, zo vertaal ik het dan precies. In mijn hoofd hoor. Dat je in je relatie ook jezelf nog kan blijven. En ook af en toe even de ruimte voor jezelf. Ja, maar al die foto's alleen, dat zijn al mijn eerste foto's waar ik elke keer mijn gezicht laat zien. Dus daar zie je wel eigenlijk dat ik weer connectie met de camera maak, tussen wel mijn man. En eerder zie je dat... Dat is... Dus daar zit ook wel iets geweldig. In. Geweldig. Ja. Dus omdat hij nu achter de camera staat, ga je voor het eerst ook echt connecten. Ja, precies. En dat was wel eerder zo, maar dan ging het om andere onderwerpen. En dit ging om ons samen.
ja. zeg maar. En ik wilde ook dat... of in de tentoonstelling hebben we het ook zo opgebouwd... dat ik noemde dit altijd de carousel of carousel van de liefde. Dat ja. is misschien niet per se zo. Maar ik wilde een soort van achthoekig, een beetje een soort van circus-tent. Iets met allemaal verschillende kleuren. Ja. En dat ook de curator ook wel zoiets had van... ik denk dat het mooier wordt in één kleur. Het wordt wel heel druk. Want dan komt er ook nog al die beschilderde lijsten. En toen zei ik, ja, dat is wel zo. Maar ik heb gewoon het idee van, dit moet echt voelen als... als een soort in het carousel vrolijkheid. Die je denkt, oh, hier gebeurt iets moois. Ja. Of zo. Dus dat mag wel een beetje extra zijn. Je zou echt out of the world. Ja, precies. Ja. Dat wilde ik, dat dit ja. zo zou voelen. En die stenen die we hier hebben geplaatst... die komen ook allemaal uit mijn foto's. Dus ik heb gewoon stenen gekozen. Want ik wil dat deze ja. na worden gemaakt... Oh, dat zie je eigenlijk. Prachtig. Waarschijnlijk ziet men dat niet. Nee. Maar het is wel bedoeld dat het niet voelt als een toevallige steen. Maar dat het een steen uit mijn beeld is. Ja. Maar dat vertaal je ook gelijk als je binnenkomt. Ja. Ongeacht of ze nou dezelfde vorm hebben. Ja, precies. Je snapt wel dat het een connectie heeft natuurlijk. Ja. Ja. En in sommige foto's, hier vormen jullie zelf een rots? Ja, precies. Hier waren we ook dus wel echt beschilderd. Soms doe ik dat in de nabewerkingen, soms niet. En wij noemden dit altijd de schildpadjesfoto. We doen heel vaak hun dierennamen. En ik wilde ook wel inderdaad zien, want deze serie die heet Eutyria. En dat is een soort vertaling van oneness with nature. Dus dat je één bent. Maar dacht ik met je relatie. Als je net bent getrouwd, ben je in principe heb je ook dat gevoel van we zijn één, we zijn helemaal, een team. Ja. Zo, een beetje dat high on love gevoel. Dus daarom weer dat we eigenlijk diezelfde vorm maken als die steen. Ja. Dat het allemaal één voelt. Ja, en rotsvast. Ja, precies. Ja. Dus dat zie je wel in veel poses hier ook. Dat ik hier ook weer die vorm, dat het zo doorloopt. En dat ik ook weer een vorm. Trouwens, ik zie nu wel, dat is wel grappig. Daar heb ik aan Jezus zelf over nagedacht. Dat me nu opvalt dat er ook wel beelden zijn alleen waar je niet mijn gezicht ziet. Maar ik denk altijd heel erg aan die beelden die daar allemaal hangen. Ja, en daar zie je echt je daar zie je de hele tijd mijn gezicht. Maar dat ik zie dat het hier ook niet altijd gebeurt eigenlijk. En hier ben je zelfs nog helemaal verscholen voor de wereld. Ja. Moet je dat weer even klopt. Je eigen plekje. Terwijl jullie in deze foto perfect in balans elkaar net niet raken. Wel naar elkaar reiken. En elkaar, ondanks dat je elkaar niet raakt, wel in evenwicht houden. Ja. En hier zien we ook, hier had je ook voor het eerst niet geverfd. Maar het met Photoshop gekleurd. En zien we ook voor het eerst volgens mij die randjes komen. Met waarmee je meegaat in de... in het landschap, het blauw van de lucht, het paars van de bergen, het roze van, tenminste, jouw roze van het zand, want het zijn natuurlijk jouw kleuren. Ja, precies. En wat maakt dat je nog meer opgaat in het landschap? Ja, precies. Ja, deze, het grappige eigenlijk is dat ik deze serie heb ik, denk ik, echt 4 jaar geleden gemaakt. Maar alleen dit beeld heb ik later gevonden in coronatijd. Dus dat is redelijk recent. En dat ik zo graag weer wilde maken, maar kon ergens heen. Want alles was in lockdown. Oh. Dus toen heb ik dit beeld in mijn archief gevonden. En toen ben ik deze gewoon gaan bewerken. Bijna te halve verveeld. Ik wil iets maken, maar ik weet niet. Dus ik ga kijken in mijn archieven. Nee. En toen was ik zo blij met het beeld dat ik hem 3 jaar later in de serie heb geplaatst. Ja, want hij hoort er voor mijn gevoel heel erg bij. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk was hij nooit geselecteerd. Ja. Maar het is ook een collage tussen 2 beelden. Dus hij klopt niet. Ja, maar dat zien wij niet. Nee, precies. Maar dat zit ik ineens te denken. Want eigenlijk dit beeld heb ik veel later bijgevoegd. Dus het is een heel interessant beeld. Het gaat misschien ook wel meer iets naar de beeld die we later zien. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja, en hier zien we echt, hier moeten we het toch echt maar eens over kleuren gaan hebben. Hè? Ja, precies. Ja, omdat je hier ook duidelijk die lijsten ziet. Die de lijsten doen mee met de kleuren. Ja. Alle kleuren zitten erin. Als ze er niet in zaten, heb je ze er wel ingebracht. Ja. En ingeschilderd. We zien hier ook sommige dingen dat je het echt ingeschilderd hebt. En dan denk ik weer gefotografeerd. Ja, dat zijn echt zwart-wit printjes. Ja, waardoor het veel heftiger wordt, denk ik, de klopt. Kleuren die erin zitten. Zeker. Ja, zeker. En hier, dit is dan een beetje de kleur gebleven. En dan dat geel. Ja, dit was ook grijs. Dus dat heb ik blauw geverfd. Ja, het lijkt nu grijs. Het is eigenlijk een soort lichtblauw. Maar inderdaad, deze serie heb ik inderdaad... ben ik extremer gaan
editen, doordat ik heel veel echt heb geschilderd over zwart-wit prints. En in die vorige serie, die Friends or Enemies, is het veel realistischer. Dat is eigenlijk een beetje gefotoshopt en een beetje extremer gemaakt. Ja. Maar hier ben ik ook echt bezig met kleur een onderdeel laten worden. Ja, ben je echt aan het toevoegen. Ja, ja, dat is, ben ik hier inderdaad mee begonnen. Dus ja, dan zie je dat ook, denk ik wel. En vergeleken met wat je hiervoor zag, dat dit extremer wordt. En waar komt jouw liefde voor de primaire kleuren vandaan? Ja, nou maar, dit is echt super primair beeld. Ja. Maar aan de andere kant, die daar is helemaal juist niet. Hier nee, zit juist heel veel oranje en roze en paars in. Dus eigenlijk is het wel voor mij, ik hou daarvan, maar ook, ik hou juist ook weer van, ik hou van alle kleuren. Ja, dus ik hou ook weer van roze en dus oranje en paars. Oh ja, ja. Dat gebruik maar ik ook felle weer heel kleuren. Veel. Ja, precies. Dus het is eigenlijk een beetje per beeld. Dit is inderdaad super primair en dit ook. Ja, maar weer, dit weer helemaal niet. Dit is een beetje een bijna non-kleur. Ja, dus bijna monochroom is het met de blauw, blauw erbij. Ja, dus voor mijn gevoel gaat dat ook wel eigenlijk alle kanten op, dat kleurgebruik. Nou, hier ben je de godin van de kleur en de bloemen en de liefde. Ja. Zeker nu ik weet dat het op je trouwreis gemaakt is. Ja, precies. Dit is echt een... En ook weer heel mooi met je ogen dicht. Ja, precies. Ja, uiteindelijk ik keek heel van de camera en toen heb ik de beelden geselecteerd. En dat zie je bij die ook. Ja. Waar ik mijn ogen juist weer dicht had. Ja. Omdat het dan misschien toch weer te heftig werd. Ja, en het is ook heel mooi in je eigen wereld. Zo druk, zo uitbundig. Ja, maar toch rusten. En dan, doordat je ogen dicht zijn, zit de rust er weer in. Ja, maar dat vind ik sowieso zelf. Maar daar kan misschien andere mensen anders over denken. Dat ik wel altijd vind dat een rust in mijn beeld zit. Ja. Ook al ondanks dat er dan veel kleur is, vind ik het niet schreeuwerig of veel. Ik vind wel altijd dat, ik vind alsnog mijn beeld rustig. Er zit evenwicht. Dus en daar zoek ik wel naar. Dus het is niet zo van, ik doe allemaal kleuren en dan wordt het te gek of zo. Zo werkt het ook niet bij mij. Terwijl ik weet, soms zie je wel fotografen die hebben vet veel kleuren en dat is een soort half circus. Ja. Wat een keuze kan zijn, maar ik vind dat niet van mijn beeld uiteindelijk. En er zit balans in. Ja. Ja. Of daar zoek ik wel altijd naar. En als we het nou over de godin van de liefde hebben, precies, is dat het wel, hè? Ja, zeker. Die twee foto's hebben we op de deze drie, deze hoort natuurlijk ook bij, op de allerlaatste dag gemaakt. Ja. En ook ter plekke dat we daar waren. Eigenlijk wilde ik niet fotograferen, had ik nog wat spullen in de kofferbak liggen. En dat ik toen waren we op dat strand. Dus we dachten, gaan nog één keer zwemmen. We waren helemaal op zo'n afgelegen strand in Mexico, waar we toen. En niemand is er. En toen zei ik, maar eigenlijk is het licht te mooi. En er staan hier allemaal palmen en bloemen. Overal ligt het zo van, het roept. Dat kan je toch niet laten liggen. Nee, ik kan het niet laten liggen. Maar daar is ook grappig dat mensen dat heel vaak de Frida Kahlo beelden noemen. Ja. Wat ik snap. Ja. Maar terwijl ik bezig was, heb ik nooit over haar nagedacht. Maar ik was natuurlijk in Mexico. Ja. En ik gebruik alle spullen uit Mexico. Ja, het is heel Mexicaans. En je krijgt gelijk, dus zeker gewoon bij dat beeld, wat aan de hoek. Ja, die. Zij gebruikt ook kronen. Ja. Ze heeft donker wenkbrauw, donker haar. Dat werkt ook weer mee. Ja, dus het kwam die referentie is er heel erg. Zeker. Maar je bent gewoon door dezelfde natuur en omgeving geïnspireerd. Ja, dat is heel grappig. Dat toen helemaal niet in me is opgekomen. En dan achteraf snap ik dat mensen daarover nadenken. Maar dat is natuurlijk ook inspiratie, is ook heel vaak onbewust. Hè? Ja. Dat je dat allemaal opslaat en dan gebruik je het een keer. Maar niet dat je denkt, ik ga nu vandaag dit doen. Dus dat is ook wel alles cool wat je gezien hebt, neem je mee. Ja, natuurlijk. Precies. En mensen hebben natuurlijk ook altijd behoefte om iets te refereren en in een hokje te doen. Ik weet, we hebben ooit samen ook een interview in Shutter gehad. Oh, en toen ging zei ik dat toen nog? Toen hebben we zelfs het gevecht tegen de hokjesgeest heten het uiteindelijk. Dat heet of zo. Ja, klopt. Ja, dat Willem, dat vind ik ook altijd heel grappig. Mensen willen heel graag ook altijd zeggen waar iets op lijkt. Ja. Dat is gewoon een behoefte. Dat is ook met muziek. En jij zoekt heel erg. Jij, in jouw beelden zie je niks is wat het lijkt. Alles is net anders. Je wordt elke keer een beetje op verkeerde been. Je bent in een niet herkenbaar landschap. Ja. In een niet herkenbare houding. In een niet herkenbare kleur. En juist dan krijgt men zo de behoefte om te zoeken naar iets wat ze houvast geeft. Ja, dat denk ik. Ja, want dat merk ik wel. En het is heel leuk om hoe je dan ons op het verkeerde been zet. Ja, mooi. Het is heel mooi. Door naar de volgende. Ja, en dan komen we hier
in een heel andere wereld. Ja, alhoewel het ook nog wel een beetje Mexico in de nacht kan zijn. Ja, met ja, die kleuren en die vormen. Omdat het heel, ook dat tropische heeft veel. Maar ik heb het gemaakt in LA, Los Angeles. Waar ik toen een maand zat, omdat ik heel erg twijfelde wat ik wat ik wilde met mijn leven. Omdat ik dacht, wil ik in Nederland blijven of wil ik een stap maken? Ik was al veel in Amerika om te fotograferen. En LA was een plek, of in ieder geval die omgeving daar, waar ik me heel fijn voelde. Maar ook voor fotografie sluit het perfect aan bij mijn werk. En het licht is helemaal mijn licht. Ja. Keihard, zo harde schaduwen. Alles wat je in Nederland niet hebt. Heel diffuus, zeg maar, en grijs. Dus dat was wel, voor mijn werk was het de perfecte plek. Dus toen dacht ik, ik ga er een maand zitten, of was misschien iets langer. En ook gewoon voelen van, wil ik hier wonen? Wil ik deze stap maken? En mijn vriend, mijn man toen, waren natuurlijk net getrouwd, die had dat ook. En toen heb ik ook gefotografeerd. Maar dat was eigenlijk niet eens het uitgangspunt, de nieuwe serie, maar van ook gedaan, zeg maar. En toen zijn we bijna alleen maar 's nachts op pad geweest. En met een lamp. En die serie heet ook The Night Gardener. Omdat ik ook dacht, je doet nooit 's nachts de tuin. Nee. Dus dat is iets wat eigenlijk niet klopt. Wie gaat nou tuin, wie de stad? Tuinieren. Ja, tuinieren 's nachts heeft ook wel een beetje iets deprimerends of zo. Ja. En ik dacht ook wel dat je eigenlijk zo voelt van, dat zie je, het licht er ook een beetje aan per beeld. Er zitten verschillende beelden in. Maar zoals hier zie je heel duidelijk dat tropische, dat lokt natuurlijk heel erg. Alsof een paradijs. Ja. Maar omdat het ook weer 's nachts is gedaan, heel veel, is het ook een beetje een donker paradijs. En dat is natuurlijk ook wat LA heel erg is. Van, het is heel paradijselijk, maar het is ook heel donker. En heel druk. Ja, precies. Dus heel veel, het is een stad van contrasten. Ja. Dus je ziet dat ik daar een beetje door die plek heen worstel van wat ik nou wil, zeg maar. En toen, waren we dat proces gestart om een visa te krijgen, dus met lawyers en zo. En toen, uit het laatste moment, heb ik toch die stekker eruit getrokken. Ik dacht, ja, ik weet niet, ik wil toch niet. En toen, een paar maanden later, was alles in lockdown. Dat was net voor COVID. En je was net op tijd terug weer. Ja, eigenlijk wel, maar vooral ook, want eigenlijk, we zouden in februari dan gaan verhuizen. En in maart, eind februari, maart, was alles shutdown. Dus dat was echt een soort drama geweest. Je kon er ook niet werken. Nee, je kon niks. Dus eigenlijk achteraf denk ik, oh, ik ben zo blij dat we dat niet hebben gedaan. Maar ik heb ook precies dat jaar daarna, dus net dat we dat wilden doen, heb ik een hele leuke opdracht gekregen voor Frans merk. Waar ik de hele wereld over heb gereisd. Dus toen ben ik ook in Mexico geweest en in Amerika. Dus eigenlijk, dat was eigenlijk misschien ook helemaal niet haalbaar geweest vanuit Amerika. Het is ook heel fijn dat ik dicht bij Parijs zat. Ja. Dus eigenlijk was het zo van, het was gewoon de goede beslissing. Ja, maar geweldig. Toen, terwijl ik de serie maakte, wist ik dat nog niet, waar ik heen ging. Ja, mooi, dat zoeken. En, ja. Ja, ik zei net even, LA ook heel druk. Want jij zoekt in je foto's de hele, zoek je de rust. Ja, tuurlijk. En is dat een soort ontsnappen aan de drukte van alle dag? Of is dat is dat behoefte aan rust die in jou leeft? Ja, ook wel natuurlijk. Want thuis woon ik ook in Amsterdam. Dus natuurlijk ook tussen iedereen in. En dan vind ik het wel heel fijn als ik ga fotograferen. Daarom fotografeer ik ook bijna altijd ver weg. Om juist helemaal weg te zijn van alles. En helemaal te focussen ook op een serie. Ja. Zo werk ik heel veel. Maar dan zoek ik, zoals dit is dan in een tuin gemaakt van het huisje waar ik toen in zat. Ja. En dit was om de hoek. En dit was langs een rotonde. Dus allemaal auto's die er langs gaan. Ja, dit heeft dat echt zie een je soort niet. Paradijs gevoel. Ja, precies. Ja, dus je ziet ook niet altijd hoe de beelden worden gemaakt of wat de setting is. Nee. Maar in het beeld zie je wel altijd wat je uit wil drukken. Ja, precies. Ja, en de filmpjes hebben we natuurlijk ook, zien we ook een paar keer in de expositie, waarbij jouw man het geluid maakt. Ja. Want jouw man is muzikant. Ja. Dus dat gaat, zijn jullie natuurlijk ook een gouden combi. Ik maak al zijn foto's en zo hebben we elkaar ook leren kennen. Ja. Doordat ik zijn band fotografeerde. En wat grappig. En hij natuurlijk assisteert mij altijd. Ja. Dus eigenlijk is ons werk ook best wel met elkaar verbonden. Ja, en hoe meer je ook video gaat doen en zo, hoe meer je ook... Oh ja, ik heb natuurlijk ook videoclips voor hem uiteindelijk gemaakt. Ja, dus jullie zijn echt samen een kunstenaarsduo. Ja. Ja, een soort van. Maar behalve dan dat hij wil niet met mijn fotografie heel duidelijk zijn... Stempel? Nee, helemaal niet. Okay, dat is echt zijn keuze ook. Zo van, ik zie het echt als jouw werk waar ik jou mee ondersteun. En niet het
kunstenaarsduo die dan aan deze serie werkt. En hij is de muzikant en jij bent de fotograaf. Ja, dus hier dan wel heeft hij het nummer onder gemaakt. En toen zei ik ook, wil dat je het nummer maakt op de beelden in plaats van andersom. Dat er al een nummer is waar je beeld op maakt. Ja. Maar deze video is eigenlijk voor een opdracht geweest van een filmlamp. Oh, geweldig. Een lampenmerk. Dus daarom zie je heel duidelijk dat donkere en die lamp. En de lichten erin. Ja, dus dat was maar... Het is zo grappig, want de curator, Mira, die wist niet dat deze serie gelijktijdig is gemaakt met deze film met deze serie. En ze zei, ja, ik voel deze video wel in deze ruimte. Het zei, dat is in dezelfde reis gemaakt. Ja. Dus dan is het perfect. Maar eigenlijk heeft het in die zin, is het niet een verlenging van de serie. Nee, maar het werkt er samen. Los het. En hier zien we veel meer. Zit hier nog een foto achter? Ja, dat heb ik nog niet eens verteld. Ja, dit zijn ook weer allemaal zwart-wit printjes die ik helemaal heb beschilderd. Is inderdaad extremer nog dan die vorige serie qua schilder. En daarom hebben we hem ook zo uitgelicht. Met een beetje, ook natuurlijk omdat het een soort nachttuin moet voorstellen, deze ruimte. Ja. Maar ook die schilderijtjes zijn veel klassieker. Ja. Zeg maar, het zijn frames. De lijsten. Het zijn een beetje schilderachtige lijsten. Ja. Ik heb meerdere mensen gehad die echt dachten dat dit schilderijen waren. Die zeiden, ja, maar je hebt hier toch maar één van. Ik zei, nee, het is een foto. En die geloofde het bijna niet. Dus dat is zo grappig. Ik dacht ook dat het schilderijen waren toen ik de eerste keer langskwam. Toen dacht ik echt... En toen zag ik verder hoe jij werkt. Toen dacht ik, nou, misschien heb je het wel... Het is uiteindelijk inderdaad weer een foto gemaakt. Weer foto geworden. Ja. Ja. Maar het ziet heel echt, echt schilderijachtig uit. Ja, leuk. Ja. Dat klopt. En hier komen we in een totaal andere nieuwe fase in je leven. Klopt. Waar jullie van een evenwicht van 2 langzaam naar een evenwicht van 3 toegroeien. Ja, klopt. En het groeien is wel heel letterlijk de babykamer heet deze ook. Ja, we noemen dit de babykamer. Ja, want dit is ook de eerste ruimte in de hele tentoonstelling. En ook de enige waar je... wat geen doorloop is. Dus in die zin geen reis. De rest is allemaal een soort van... je gaat van wereld naar wereld, kamer naar kamer. En dit is echt een... het is een echte kamer, zeg maar. Ja. Want je kan alleen maar één in en eruit. Dus het voelt daardoor ook veel intiemer en warmer. Echt een beetje het idee van een kamer. En daarom hebben we natuurlijk ook dit gedaan. Behang. En dit. En het lijstje. Ja, precies. Dus dat het, En behang is ook weer zelf gemaakt? Zelf gemaakt uit het beeld gehaald. En dit is inderdaad een ruimte die gaat over het krijgen van een kindje, zwangerschap. Ja, en ik vind het zo mooi hoe je je hele leven meeneemt in je fotografie. Ja. Van, hier ben je zwanger, we zien ook die buik langzaam groeien. Ja. We zien hoe jij ook daar weer een soort evenwicht in zoekt. De hele grote foto natuurlijk. Ja. Ja, waar je soort achterover valt, alsof je je evenwicht, evenwicht kwijt bent. En tegelijkertijd... misschien ook nog wel veel meer één met de natuur? Ja, dus namelijk deze serie moet ik wel zeggen... Ja, ik noem me even serie, is uit 2 delen... waarbij ik het begin heb gemaakt toen ik net zwanger was. Of ik was het al een tijdje, maar het was niet echt te zien. Uh-huh. Dus dat wel, dat je misschien beelden ziet zoals hier. Maar hier was ik wel 4 maanden of zo zwanger. Dus het is de hele tijd aanwezig en net als met deze... Ja. Maar het wordt steeds meer duidelijk voor de buitenwereld. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Dat is ook zo met de zwangerschap. Dat je dat eigenlijk zo lang bent zonder dat mensen het ook kunnen zien of überhaupt weten. Maar dat net zo belangrijk is als het eind, zeg maar. Ja. Dus daarom wilde ik ook wel dat je dat die combi is. Dat je niet alleen maar die buik ziet, maar ook dat begin. Maar inderdaad... deze serie heb ik dus in 2 delen gemaakt, waarvan ik een eerste deel in Zuid-Afrika heb gemaakt. En toen kwam... COVID. Ik ben een deel in de coronatijd zwanger geweest. Waar ik ook een reis had geboekt om een tweede deel te maken. En die reis is toen natuurlijk gecanceld, omdat ik niet meer op reis kon. En daar heb ik een heel deel thuis gemaakt. Dus daar heb ik alles in Amsterdam en omstreken gevonden. Vandaar de Bollevelden. Ja, exact. Ja. Dit is Almere, Flevoland en dit is het Amstelpark, waar miljoenen mensen langs liepen. Fantastisch. Dat is weer dat ding van je staat absoluut niet alleen en hier ook niet. En dit was op een schoolplein wat ik had gevonden met allemaal kinderen die eromheen renden en zo. Ja. Maar, en dan toch die stilte weer weten te brengen. Ja, maar eigenlijk als je weet hoe het is gemaakt. Maar eigenlijk die serie, inderdaad, je ziet hier vooral heel veel ook, het is heel bloemrijk. Ja. Dus heel vrouwelijk en ik ben weer helemaal alleen op beeld. Ja. Omdat ik toch dat idee had van zwanger zijn, ben je het uiteindelijk gewoon alleen.
Ja. Je doet dat samen, maar dat is heel anders. Uiteindelijk zit in jouw buik. Ja, het is gewoon echt een heel ander gevoel. Een man kan dat nooit. Dus daarom dat ik ook weer alleen op beeld ben op dit moment. Ja. Maar heel erg, ik reageer weer op de natuur, maar het is allemaal... Ja, eigenlijk... Heel mooi, ook een soort overgave hierin. Ja. Een overgave in dat rode beeld. Zit ook Die heb ik in Spanje gemaakt, op een werkreis. Fantastisch. Trouwens. Dus toen was ik voor Spanje fotograferen. En toen hadden ze me, omdat ik zwanger was, hadden ze mij wat pauzedagen gegeven om bij te komen. Maar ik luisterde daar natuurlijk niet naar. Dus ik ging alleen maar leuke dingen doen. Dus lekker zelf fotograferen. Ja, precies. Dus toen zei ik op een gegeven moment, ja, maar het is hier een woestijn dichtbij. Maar daar fotografeerden we niet. Dus toen ben ik naar die woestijn gereden. Samen met een man die filmde. Oh, ja. Het was echt, daar had ik een heel goede klik mee. Super lieve gast. En die, dus samen met hem en mijn man... Want hij was mijn assistent op die. Oh, ja. Dus we zijn met z'n drieën, hebben gewoon een soort kleine roadtrip gemaakt. En toen zei ik, ja, maar hier moet ik gewoon... Ik al mijn kleren uit, allemaal toeristen. Het maakt me niks uit. Ik moet. Alsof ik voelde, ik kan hier niet weggaan zonder dat ik heb gefotografeerd. En toen was ik ook, toen ik wat gemaakt, was ik zo blij. Van, best wel blij ik het gewoon heb gemaakt. Dat heb ik heel vaak. Dat ik op het moment denk van, waarom doe ik dit ook weer? Waarom doe ik mezelf dit aan, zeg maar? En dan is het beeld af en dan ben je vet blij. Dat je toch hebt gepoest. Want dus vaak moet je best wel veel... Ja, vooral omdat jij ook met je houdingen en zo... Ja, het doet soms echt zeer. Ja, precies. Je stelt jezelf letterlijk bloot. Ja, heel kwetsbaar is het ook wel. Dus dan een beetje zo. En deze heb ik gemaakt volgens mij 1-2 weken voordat ik ben bevallen. Dus die was echt last minute. Ja. Die sowieso, die met die grote buik is allemaal... Ja. 1 maand ervoor, dus was ik echt al 8 maanden. En dit beeld heb ik later nagemaakt met mijn zoontje een jaar later. Ja, dus dat prachtig. Is heel leuk. Ze zijn diezelfde plek gegaan. Misschien kunnen we daar wel even kijken, want ook dat hebben we wel als beeld. Ja. Het eerste beeld dat hij er is. Ja. 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 Hier was hij volgens mij kleine 6 weken oud, dus nog super jong. En toen heb ik al de eerste serie. Achteraf denk je, hoe heb ik dat gedaan? Maar toen wilde ik super graag. Ik was vol. Of ik merkte heel erg naar zo'n bevalling. En die was voor mij heel heftig. Dat ik echt voelde van. Bijna het idee van een bijna doodervaring. En dat je dan juist er vol voor gaat. Zeg maar van. Oh, dit is leven. Ja, dus toen merkte ik dat ik juist heel graag wilde creëren. Terwijl je misschien ook andersom kan verwachten. Van alles is erg overweldigend. En je moet jezelf weer zoeken. Maar ik had juist echt zoiets van. Ik was er bijna niet meer. En nu moet ik juist. Juister zijn. Juist. Ik wilde heel graag fotograferen. Dus je ziet ook wel zo heel veel vreugde in deze beelden. Ja, heel erg. En ook met je hele houding. Ja. En wat ik heel mooi vind, is dat is in alle beelden waar je zoontje in zit. Jullie zijn zo'n eenheid. Ja. Hij is uit je buik, maar hij is nog steeds onderdeel van jou. Ja, precies. En op een of andere manier weet je hem elke keer precies zo te doen... dat je die twee eenheid van moeder en kind... en later ook moeder, kind en vader... Ja. dat echt een eenheid is. Ja. En ik vind dat heel ontroerend hoe je dat in je beeld hebt verwerkt. Leuk en voor elkaar horen. Gekregen. Ja, ja. Ja. Dat wilden we ook graag laten zien. Ja, nou, dat je ziet het in eigenlijk elk beeld waar we ook langs lopen. Ja. Je ziet overal gewoon onderdeel van een verlengstuk. Zeker hier, als we het over lengte hebben. Ja, precies. Is het ook echt, en ook met natuurlijk diezelfde trui, diezelfde broekje, de kleuren. Ja. Werken heel erg mee. Maar ook zeker deze, waar jullie samen in die boom. Ja. Ja, die serie die heb ik gemaakt. Toen was hij net een paar dagen 1. En toen, net voordat ik vertrok, toen vertelde mijn moeder dat ze ziek was. Dus dat was echt een heel grote shock. Was echt zo 1 dag voordat hij jarig werd. En ik ging meteen daarna op reis. Dus ik had ook helemaal niet de tijd om het te verwerken of zo. Dat was gewoon echt een soort mokerslag die in 1 keer kwam. Maar ik wilde wel heel graag een serie maken. En toen merkte ik die eerste week, volgens mij was ik 2 weken of zo weg, dat ik heel, je ziet heel weinig kracht of zo. Ja, weer in een fantastische ruimte hier. Elke keer als we in een ruimte komen, de kleuren, de aankleding, hoe de muren zijn gedaan, alles
maakt weer zo'n eenheid. De eenheid die in je fotografie zit, die terugkomt in de lijsten. Waarbij ook soms de lijsten ook gewoon twee kleuren zijn. Die terugkomen weer in de muur, in de behangetjes, in alles. Het is zo'n prachtig geheel geworden. Ja. En we zien elke keer, we zien je zoontje van 6 weken en we zien hem langzaam groeien. Ja, want in dit stuk waar we net zo liepen, dat gaat er over moeder en zoon. Ja. En want later komt ook mijn man erbij, dus zijn we met z'n drieën. Ja. Dat is op zich wel ook eerder gefotografeerd, maar in de tentoonstelling hebben we zo gedaan van zwanger, moeder, zoon naar gezin met drie. Dus hebben we zo hebben het vormgegeven. En daarom zie je hier ook dat hij in een bocht loopt. Van moeder, zoon naar gezin, dat eigenlijk zo vloeiend in elkaar overgaat. Prachtig. Dus daarom die ronde vormen erin. Lopen daar gewoon naartoe. Ja, precies. Hier zie je ons dan, dat noemen we de gezinsruimte. Dus dat we met z'n drieën zijn. Maar ook weer die drie-eenheid. Ja. Het is heel ontroerend hoe jullie zo hecht zijn met z'n drieën. Ja. En waar je moest zoeken naar in het begin met de relatie met z'n tweeën. Ja. Heb ik hier in die foto zit het idee dat jullie al vanaf het begin gelijk met z'n drieën die eenheid. En ik hoorde het verhaal in de podcast van de Eregalerij. Ja. Dat jouw ouders elkaar gevonden hebben terwijl jouw vader woonde in Kroatië en je moeder in Amsterdam. Ja. En dat ze elkaars taal niet spraken, alleen de taal der liefde. Ja, dat zeggen ze altijd. En toen ik hier langs liep, toen had ik de podcast ook geluisterd. Oh. En toen dacht ik, dit is de taal der liefde. Ja. Toen dacht ik, je hebt uiteindelijk die taal die je ouders verbonden heeft. Die heb je meegenomen in je huwelijk en die heb je naar je fotografie gebracht. Ja, natuurlijk vaak met een relatie is in het begin. Nou, alhoewel met een kind kan dat natuurlijk ook erg zijn dat je elkaar moet leren kennen. En dat is natuurlijk ook zeker wel zo geweest. Maar wel, het is natuurlijk meer die onvoorwaardelijke liefde. Is er natuurlijk over het algemeen gelijk al. En misschien dat je dat dan ook meer terugziet in dit beeld. Dat het meer harmonieus is, zeg maar. Te denken wat ik eigenlijk bijna meer over kan zeggen. Het is inderdaad gewoon. Het is ook voor mij heel logisch dat mijn zoontje bij ons, bij mij in het beeld kwam. Eigenlijk, dat is ook nooit iets waar ik over heb getwijfeld. Zo, want het voelde voor mij zo logisch dat ik elke fase van mijn leven, dat hij daar gewoon op een gegeven moment bij komt. Tot geen idee wanneer hij misschien niet meer wil. Of misschien wil hij er altijd bij zijn. Dus zover denk ik dan eigenlijk niet. Maar nu voelt het voor mij heel logisch dat we dat samen doen. En het leukste lijkt me op een gegeven moment, want nu merk je al in die laatste serie die zo om de hoek komt, was hij 2,5. En hier was hij 1. Dus dat is wel weer verschil met meningen. Dat hij ook een idee krijgt. Maar het lijkt me nog het leukste als hij op een gegeven moment, dat we echt de samenwerking aan kunnen gaan. Dus hij mee kan denken over het beeld of met de nabewerking. Ja, heel leuk. Dat lijkt me heel leuk. Dat hoop ik. We hebben ooit Paul en Menno de Nooier geïnterviewd. Ja, daar heb ik het laatst ook over gehad. Ja, en heel gaaf. Astrid zei net al, het is de nieuwe Menno de Nooier. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Die is ook zo opgegroeid het fotograferen. En, en hij fotografeerde ook heel veel zijn vrouw. Hè? Ja. En dan later ook met het kind erbij. Ja, super mooi vind ik dat. Ja, dus het zou leuk zijn als dat zo. Dat zo door. Hier zijn jullie ook zo'n mooie eenheid. Eigenlijk die rots die we net hebben gezien. Ja. Maar de rots is wel verzacht. Ja, misschien. Maar ja, waren jullie met z'n tweeën, die rots nog was ook donkerblauw. Ja, is natuurlijk ook wat harder, koeler. Het is veel organischer. Ja, hier zit heel erg de zachtheid. En de materialen zijn ook zachter zeker. De achtergrond is zachter. Ja. Prachtig ook dat ene wolkje erboven. Ja. Dat is volgens mij jouw enige wolkje. Oh nee. Nee, ik gebruik wel het vaker wolken. Er zitten wel eens wolken. Maar die valt niet, meer op. Deze valt heel erg op. Dat klopt ook zeker. Ja. Ja, want dit is dus de serie die we net een paar maanden geleden hebben gemaakt. Met z'n drieën, dus op reis. Ja. Maar dat was wel weer echt een heel andere ervaring. Omdat het nu. Dat ik wel merkte als je in je eentje bent. In die zin ben ik natuurlijk de baas van mijn fotografie. Uh-huh. In mijn vrije werk. Toen niemand die zegt wat hij moet doen. Zeggen of wat ik moet doen of iets. Maar als je merkt, dus als je een kind krijgt, wordt het een heel ander verhaal. Die ouder wordt en die dus wel meningen krijgt. Dus ik merkte wel dat dit
Dat ik in mijn hoofd erg had van, we maken heel veel beelden weer met z'n drieën en dan kan ik daarop door. Maar dat werkte eigenlijk helemaal niet. En dat was heel moeilijk. Dus toen heb ik ook die reis. Ik probeerde ook best wel. Het was wel lastig, want ik wist dat ik het hier wilde laten zien. Dus er zat wel een enige druk op. Ja. Dat je denkt, ja, maar dan wil ik wel. Nu heb ik zo'n mooi podium. Dan wil je wel een serie maken waar je blij mee bent. Maar ik wilde. Maar ik merkte wel op reis dat het niet altijd zo makkelijk ging als dat ik wilde. Dus toen dacht ik, ik moet er gewoon helemaal bij. Ik ga gewoon het allemaal veranderen. En ik ga ook beelden maken met z'n tweeën en weer veel van mij alleen. En ik ga gewoon minder aan dat idee hangen wat ik eigenlijk had. Dus heel erg met z'n drieën. Maar het werkt gewoon niet op gewoon deze manier. Voelen. Ja, precies. Ja. Gewoon los dat idee maken en kijken wat er gewoon op dat moment gebeurt. Het leuke is natuurlijk ook, je ziet dat je zoontje ouder wordt. Ja. Ik zit ondertussen naar de beelden te kijken. Ja, precies. En je ziet dat je zoontje ouder wordt. Ja. En daarmee wordt hij ook zelf veel meer een individu. Ja, zeker. Die zijn eigen ding gaat doen. Ja. Waardoor je ook allemaal losser weer... Losser ook loopt losser, hier. Hè? Ja. Dat was eerder, heb ik hem altijd vast. Ja. En hier loopt hij los. En dat hier gaat in dat hij, beeld. Hij is een eigen... Hier gaat hij zijn eigen mensje worden. Ja. Ja, daarom hebben we dit beeld ook gekozen als eind van de tentoonstelling. Omdat je eigenlijk dat het idee van opgroeien is. Dat je op een gegeven moment je ouders langzaam verdwijnen. En dat je alleen de wereld ingaat. Ja. En daarom... Ik heb hem trouwens ook best wel veel alleen gefotografeerd. Maar mijn serie is nog niet af. Dit is een selectie. Er zijn nog heel veel beelden. Dus dat leek me ook wel heel gaaf om dan moeder alleen en hij alleen voor het eerst. Maar... Ja. Dat komt nog in deze serie. Maar dit is een selectie waar hij nog niet alleen... Maar hier is hij wel al half alleen te zien. Ja, dus dit is eigenlijk... De overgang naar wat we verder nog zien. Ja, precies. Ja. Dus dat is het einde van de tentoonstelling ook. Ja, dan zijn we zo bij het eind van de expositie gekomen. Maar niet voordat we ons nog even omdraaien. Ja. En dan heel mooi afscheid zien van de handen op de muur. Die handen die we terugzien, wat eigenlijk de schets is voor de grote foto... die ik ook al op posters voorbij heb zien komen, die de achterkant van je boek is. Ja. En een hele mooie referentie ernaar, het dagzwaaien. En zo nemen we afscheid bij deze mooie tentoonstelling. Heel leuk om zo met je rond te lopen. Om door jouw ogen mee te mogen kijken. Beetje in je hoofd te kunnen kijken. En heel erg bedankt. Dankjewel. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Leuk. Fijn. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Sanja, dat je ons zo openhartig hebt willen meenemen in jouw bijzondere wereld. En alles willen vertellen over jouw leven als kunstenaar. En hoe jouw werk ook transformeert als er uiteindelijk dan toch een man en ook een kind in jouw leven verschijnen. Heel fascinerend om te zien. Dank je wel. En ook dank Diana voor het mooie gesprek. Mensen, we gaan zo afsluiten, maar ik zie dat er nog steeds veel mensen zijn ingelogd en dat er veel gechat wordt. Daarom wil ik jullie nog wel de gelegenheid geven om hier te blijven bij ons. In de tussentijd is het wel goed om nog even aandacht te geven aan de sponsors, zonder het welke het niet mogelijk is om deze uitzendingen te maken, zoals jullie weten. Als eerst had natuurlijk het Picture Right Fonds, maar dan daarnaast ook de Fine Art Printer, Profotonet en als derde de papierleverancier Arca. Maar mensen, ook dank aan alle donaties, want jullie doen dat ook regelmatig. Erg fijn. En dan wil ik jullie graag meenemen als laatste naar de 46e editie van Foto 31... die over een maand wordt uitgezonden op woensdagavond 10 mei... met het fotografenduo Witkowska Verbund... die een bijzondere roadtrip door de Benelux hebben gemaakt in hun Dream Vehicle... wat uitmondt in een reizende tentoonstelling en in een boek... waarbij fotografie, film, muziek en poëzie... een rol speelt, maar bovenal hun introspectie naar het mysterie van tijd en liefde. Nou, ik hoop jullie allemaal over een maand weer terug te zien. En dank ook aan iedereen die belangeloos heeft meegeholpen om deze uitzending te maken. En ik zie jullie graag over een maand weer terug. Nou, in de tussentijd geniet nog even naar wat foto's van Sanja Marušić. Tot over een maand. Hoi!